De 75-jarige Siebe Schaap houdt zich een groot deel van zijn leven al bezig met politiek, democratie en filosofie. In zijn nieuwste boek, Als alle vertrouwen wegvalt, schrijft hij over de verantwoordelijkheden die bij het burgerschap horen. En roept hij burgers op om in actie te komen. We praten nog wel over burgers, maar dan heeft het eigenlijk alleen nog de betekenis van we horen bij Nederland, we zijn hier netjes ingeschreven. En waar het mij om gaat, dat is dat het burgerschap vanuit de geschiedenis gezien, ook vanuit onze Nederlandse geschiedenis, een begrip is dat van de burger juist heel veel activiteit verwacht. Namelijk dat je een actieve Nederlander bent en betrokken bij het opbouwen en onderhouden van de samenleving. En dat je verantwoordelijkheid naar elkaar draagt en dat ook weet uit te dragen. Volgens Schaap is het burgerschap uitgehold en aan slijtage onderhevig. Hij ziet dat aan de manier waarop burgers zich in de maatschappij bewegen. En dat we dus heel erg sterk voor onszelf opkomen, voor onze eigen belangen, voor onze eigen opvattingen. En dan vooral in gevecht gaan met degene die er anders over denken. Terwijl het burgerschap eigenlijk ook een oproep is om met elkaar in gesprek te gaan, met elkaar ook eraan gaan om problemen op te lossen en het vooral niet altijd maar aan een ander overlaten en dan een beetje boos te worden wanneer je tekort komt. De schrijver ziet dat burgers tegenwoordig ook veel te veel van de overheid laten afhangen en zich daarmee erg afhankelijk maken van diezelfde overheid. Hij vindt dat zorgelijk. Dat is een angst die ik heb en kijk om je heen in de wereld, dat de democratie langzaam maar zeker overgaat in een autocratie. Dat de bevolking het prima vindt dat een ander de problemen oplost en dan het liefst maar de staat. En op een gegeven ogenblik zoveel macht weggeeft aan de staat dat je het nakijken hebt. We hebben met de toeslagenaffaire kunnen meemaken wat er kan gebeuren als de overheid de volle macht over je krijgt. En jij het nakijken hebt. En zover moet je het niet laten gebeuren. Het boek Als alle vertrouwen wegvalt ligt vanaf 10 maart in de winkel. Siebe Schaap is ondertussen alweer bezig met zijn volgende boek.